Minister Armand Achaiber Singh van Financiën en Planning heeft een bezoek gebracht aan het directoraat der Belastingen en de Belastingdienst, die onder dit directoraat resorteert. De bewindsman heeft tijdens de ontmoeting op donderdag 15 oktober 2020 kennis gemaakt met het personeel en notitie genomen van de omstandigheden waaronder de werkzaamheden verricht moeten worden. Nou, op de eerste plaats om kennis te maken met de mensen van de Belastingdienst, maar ook om zelf te oriënteren en na te gaan onder welke omstandigheden de werkzaamheden die zo belangrijk zijn verricht worden. Dat is eigenlijk het voornaamste doel. En vervolgens vanuit mijn eigen oriëntatie samen met het management en de directie na te gaan wat we moeten doen om deze dienst te transformeren naar een moderne en hoog functionerende dienst. Ik heb deze minister vandaag horen zeggen dat de Belastingdienst weinig wordt gezien als een macro-economisch instrument. Wat zal u anders doen? Nou, dat ligt niet zozeer aan de Belastingdienst zelf, maar aan de beleidsmakers. In mijn optiek worden de belastingen te weinig als macro-economisch instrument ingezet om het macro-economisch leven te beïnvloeden, aan te sturen. En de bedoeling is om dat in de nabije toekomst zeker te doen. Er is aangegeven dat er een kwalitatieve en kwantitatieve onderbezetting is van het personeel. Gaat u werken om de Belastingdienst institutioneel te versterken? Die opdracht is al gegeven aan de directie om de Belastingdienst te transformeren. En transformeren houdt in dat er aan alle aspecten gewerkt moet worden, aan de kwalitatieve, maar ook de kwantitatieve, zodanig dat, zoals ik eerder zei, het doel bereikt wordt dat er sprake is van een moderne Belastingdienst. Minister, is de inning van directe belastingsmaatregelen effectief? Ik begrijp nog niet helemaal, maar ook daar wordt aan gewerkt. Kijk, je moet de mensen de tools geven om hun werk naar behoren te kunnen doen. En ik heb afgesproken met de directie en het management dat wij die tools ter beschikking gaan stellen, ondanks de gebrekkige middelen die we hebben. Want als we dat niet doen, dan gaan we de dienst niet kunnen transformeren. Dus het is beleid dat we de middelen ter beschikking stellen om het inningsproces efficiënter te maken, maar de hele dienst te transformeren naar een dienst waar we effectiviteit en efficiëntie omhoog kunnen sturen. Dus dat is de bedoeling, ja, daarom investeren we in de belastingen. Want ik heb ook gezegd, de staat moet toekomen waar de staat toekomt. En de Belastingdienst is daar instrumenteel in. Dus je moet dat ondersteunen als je van mensen verwacht dat ze de gelden waar je aanspraak op maakt voor je moet incasseren, moeten innen. Dan moet je ze daarin ook kunnen faciliteren. Dus het is een heel programma wat we aan het uitvoeren zijn.